Welkom bij deze screencast voor MBR D2 OS 10 Mavericks. In deze screencast gaan we kijken naar hoofdstuk 5 over databeheer. En dan gaan we kijken naar de onderwerpen metadata, de zoekfunctie met Spotlight, hoe kunnen we bestanden archiveren in een zipbestand, kunnen we dan ook bestanden archiveren in zogenaamde disk images. We gaan kijken naar de backupfunctie met Time Machine. En even kort naar de activiteitenweergave met Activity Monitor. Maar allereerst gaan we dus kijken naar metadata. Metadata is zoals je weet data over data. Laten we eens een stukje data erbij pakken. Een bestand. Bijvoorbeeld de handleiding OS 10 Mavericks. Als ik rechts op een bestand klik en ik ga naar Get Info, krijg ik meer informatie te zien over dit bestand. Onder andere de naam. Maar ook hoe groot het is, wat voor een soort bestand, wanneer het gemaakt is, wanneer het voor het laatst bewerkt is, etc. Dat is allemaal metadata. Je kunt je voorstellen dat een afbeelding, bijvoorbeeld een foto, ook andere metadata heeft over de resolutie en dergelijke informatie. We hebben hier bijvoorbeeld nog een vakje waar je commentaar kan geven en ik hier kan metadata kan gaan toevoegen. Bijvoorbeeld het woordje handleiding. Dat is de metadata die ik hier gebruik. Sinds OS 10 Mavericks kunnen we ook kiezen om bepaalde tags mee te gaan geven. Dus ik kan bijvoorbeeld de tag red eraan meegeven. En via de Finder, Preferences, kan ik bijvoorbeeld hier zeggen in tags dat alles wat rood is, dat is handleiding. Als ik daar heel veel gebruik van maak, kan ik die manier die woorden gaan taggen. Dus handleiding. Red bestaat niet meer. Die oranje ook even weghalen. Zo. En die heb ik dan nu toegevoegd aan dit bestand. Dus ik heb metadata toegevoegd. Dat zie je hier ook aan dat rode balletje erachter. Dus op die manier kan ik metadata toevoegen. Maar kan ik er dan eigenlijk iets mee? Nou, dan gaan we gebruik maken van de optie Spotlight. En Spotlight is de zoekfunctie binnen OS 10. Elk volume op de harddisk wordt een soort database bijgehouden en wordt er geïndexeerd welke bestanden er aanwezig zijn. Met deze zoekfunctie hier, Spotlight, kunnen we dus gaan zoeken op bijvoorbeeld applicaties. Ik heb dus blijkbaar hier gezocht op disk en dan krijg ik hier Disk Utility te zien, maar ook Startup Disk, Time Machine, CD's of allerlei bestanden, documenten die te maken hebben met het woord disk. Als ik op zo'n zoekfunctie, zo'n gevonden zoekitem gaan staan, dan zie je dat automatisch eigenlijk Quick Look gebruikt wordt om dat bestand in een soort voorvertoning te geven. Dan kan ik er al een klein beetje kijken, oh, is dit het bestand wat ik bedoelde? Of is het misschien dit bestand? Op die manier kan je er doorheen. Ik kan dus ook gaan zoeken op bijvoorbeeld handleiding. Dan krijg ik allerlei bestanden waar het woord handleiding in zit. Op die manier werkt dat. Helemaal onderin zien we de zogenaamde Spotlight Preferences. Of kunnen we hier voorkeuren in gaan geven. Deze optie kunnen we uiteraard ook vinden via Systeem Preferences en dan naar Spotlight te gaan. We komen in exact hetzelfde venster terecht. In de tab Search Results vind je allerlei zaken waarbinnen gezocht gaat worden met Spotlight. Dus hij gaat zoeken in applicaties, systeemvoorkeuren, documenten enzovoort. Ik heb hier webpages uitgevinkt, dus er wordt niet in webpages gezocht. Als ik dus wil dat er ook niet in events en reminders gezocht gaat worden, kan ik het vinkje weghalen en wordt er dus ook niet in mijn kalender bijvoorbeeld gezocht. En zo kan ik ook bijvoorbeeld een mail gaan uitschakelen en mijn contacten. Dus op die manier kan je zelf gaan bepalen wat komt er eerst, wat komt er anders. Als je wil dat er allereerst in documenten gezocht gaat worden, kan ik de documenten omhoog slepen. En dan worden eerst de documenten getoond en dan de applicaties. Dus als ik nu naar de zoekfunctie ga, zie ik dat we eerst documenten hebben. En als ik ga zoeken naar disk opnieuw, dan heb ik hier de documenten en dan pas de applicaties. De tophit blijft hij altijd bovenin aanwezig. Dat was degene die de laatste keer ook goed gebruikt is. Een andere mogelijkheid is nog een tapje privacy, waarmee je kan bepalen waarin bepaalde zaken niet gezocht mag worden. Als je al die documenten hebt,
kan het voorkomen dat je natuurlijk deze documenten wil gaan archiveren of je wil ze naar een ander gaan sturen. Dan is het makkelijk om daar een zogenaamd zipbestand van gaan te maken. We gaan even naar documenten en ik ga in dit geval ervoor zorgen dat ik alle bestanden eventjes selecteer. Ik ga mijn rechter muisknop klikken en dan heb ik hier de mogelijkheid om te kiezen voor Compress 36 items. Als ik maar één document selecteer, bijvoorbeeld FreeNAS.docs, en ik ga dan in mijn snelmenu kijken, dan zie je dat hij echt alleen de naam kiest, Compress FreeNAS.docx. We gaan even terug, alles selecteren, rechtsklik, Compress 36 items. Er wordt één archiefbestand gemaakt, die heet archive.zip, en daarin zitten dus al die andere bestanden. Alle losse bestanden, die dus nu in het archiefbestand zitten, die laat hij staan en dan ga ik nu kiezen om die weg te gooien. Dus ik hou alleen het archiefbestand in dit voorbeeld over. Als ik nu weer ga klikken op dit bestand, zal hij het weer gaan uitpakken. En wordt er een mapje gemaakt, archive, en daarbinnen gaan alle bestanden weer tevoorschijn komen. Dat gedrag van het laten bestaan van de bestanden kan je eventueel aanpassen. Dan zul je het programmaatje wat gebruikt wordt om te zippen en te unzippen, daarvan de system preference moeten gaan aanpassen. Nou, dat kunnen we doen door dat programmaatje te gaan zoeken. Die staat niet in Applications, maar op de Macintosh HD. Dan naar Systeem, Library. Dan gaan we vervolgens naar Core Services. En in Core Services vinden we de Archive Utility. Dus we die starten en we gaan naar Archive Utility hier in het menu. Kiezen voor Preferences, dan kunnen we allerlei zaken gaan aanpassen die je standaard wil in dit applicatietje. Dus na het uitpakken moeten de bestanden blijven bestaan of mag het archief, het zipbestand bijvoorbeeld verwijderd worden. In dit voorbeeld laat ik eventjes alles staan zoals het staat. Een andere mogelijkheid die we hebben is om met behulp van Disk Utility een zogenaamde image te gaan maken. Hierboven hebben we de mogelijkheid New Image. En we kunnen deze disk image kunnen we een naam gaan geven. Dus we gaan een archief, ga ik hem eventjes noemen. Ik kan bijvoorbeeld aangeven dat er allerlei handleidingen in zitten. Dus ik kan opnieuw zo'n tag toevoegen. Ik ga hem opslaan op de desktop. De naam ga ik hier ook noemen. Archief. Handleidingen. Hoe groot mag dat archief worden? Nou, het mag van mij wel 2,5 gig worden. Wat voor een bestandsformaat? Mac OS Journals. Ik ga geen encryptie toepassen. Ik ga geen partities maken. Ik ga Good Partition Map kiezen. En het wordt een Read-Write Disk Image. Ik ga hem eerst maken. Vervolgens zie je hier de DMG. Die inhoud die wordt meteen gemount, dat zien we hieronder, archief handleidingen. Als ik hier dubbel op klik, dan zie je dat deze nog helemaal leeg is. Dus we kunnen nu bijvoorbeeld vanuit de Finder, deze stukje opzij, even een nieuw Finder window openen en de documenten uit archief selecteren, kopiëren en deze in het archief plakken. Alle bestanden staan erin. En vervolgens zou ik deze kunnen gaan unmounten. De DMG kan ik dan eventueel verplaatsen naar een ander volume. Dit noemen we dus een disk image. Heel veel applicaties voor OS X worden ook in een disk image aangeleverd bijvoorbeeld. Dan gaan we kijken naar een andere optie, die heet Time Machine. Standaard is er in OS X een applicatie aanwezig die heet Time Machine, die kunnen we vinden in System Preferences. In System Preferences kiezen we voor Time Machine en dan zien we dat het een heel eenvoudige applicatie is om backup bestanden te maken. We kunnen ervoor kiezen om hem uit te laten of aan te zetten. We kunnen hier de backup disk gaan selecteren en via de knop Options kunnen we een aantal zaken gaan wijzigen nog. En we hebben de mogelijkheid om Time Machine juist wel in de menubar of juist niet te laten zien. Ik zet hem weer eventjes aan.
We gaan eerst kijken naar de backup disk. Ik heb een eenvoudige USB backup disk gemount, namelijk een 2 gig USB stick. Die heb ik USB backup genoemd. En via select backup disk gaan we deze USB selecteren. Use disk. Vervolgens kunnen we via de opties gaan aangeven welke bestanden we niet mee willen nemen in de backup. Dat is dus net iets anders dan bij de andere backup programma's, bij de meeste, waarin je juist moet aangeven welke bestanden er gebackupt moeten worden, gaat OS X Time Machine ervan uit dat je alles backupt, behalve wat je hier aangeeft. En dan kun je alleen folders gaan aangeven. Dus je kan niet zeggen, ik wil geen MP3's, of ik wil geen AVI bestanden, of geen MP4 bestanden, ik wil alleen bepaalde folders niet. En de folders die ik ga kiezen zijn bijvoorbeeld vanuit de root gezien de applications, de library en de system. Dit omdat de USB-disk te klein is om daar alles op te slaan. Dus als ik deze ga kiezen voor exclude, zal OS X vragen of ik dan alle systeembestanden misschien wil uitzonderen. Dat ga ik ook doen. En vervolgens ga ik nog aangeven dat ik vanuit de user map niet de deleted users wil, ook niet de gastgebruik, niet de local user 2 en niet de gedeelde map. Dus ik laat alleen mijn eigen home folder backuppen. Ook excluden, opslaan en nu kunnen we wachten tot deze seconden voorbij zijn of we kiezen in het menuutje Time Machine voor Backup Now. En vervolgens wordt de backup voorbereid en zal de backup gestart worden. Nou, we gaan deze eventjes naar de dock terugsturen en gaan we vervolgens even kijken naar een laatste applicatie, we gaan dan kijken naar de Activity Monitor. En die kunnen we vinden in het menu Go, dan naar Utilities en dan kiezen we hier Activity Monitor. En in de Activity Monitor kunnen we zien hoe bijvoorbeeld het is met de CPU-tijd, het aantal percentage wat de diverse processen of applicaties gebruiken. En als ik bijvoorbeeld hier kies voor View en dan alle processen hiërarchisch weergegeven, dan zie je dat hier onder de kolom PID, de process ID, er een ID is dat heet 1. Dat is het allereerste proces wat gestart wordt door OS X als de hele machine geboot is. En dat noemen we de Launch D, oftewel de Launch Daemon. Alle andere processen op de OS X machine worden gestart vanuit Launch D. Dus als ik er nu voor zou kiezen om dit proces af te sluiten, dan wordt ogenblikkelijk OS X ook afgesloten, want zonder dit proces kan heel OS X niet draaien. Je ziet dan ook de proces ID 1 door de root user, dat het de eigenaar is die dit proces zorgt dat het blijft draaien. Maar uiteraard kun je ook via andere tabs bekijken hoe bepaalde zaken in elkaar zitten. Als er nou een applicatie is die bijvoorbeeld een keertje hangt, die niet meer verder wil, dan zou je ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld die hier af te sluiten. Door applicatie en dan quit te klikken. Tot zover de Activity Monitor. We gaan eens kijken hoe het ervoor staat met onze Time Machine Backup. Nou, dat is mooi. Die is net bezig met de laatste stappen om de backup af te ronden. Dan gaan we even wachten en als het klaar is, dan kom ik zo weer bij jullie terug. Als de backup voltooid is, krijgen we keurig netjes een melding hierbovenin te zien. Backup complete. En vervolgens is de backup dus helemaal klaar. Nou, even laten zien hoe zo'n backup nu werkt en wat je ermee kan om bestanden bijvoorbeeld weer terug te halen. Gaan we de Finder eens openen en in documenten gaan we archief.zip. Eens kijken. Nou, laten we er eentje uitkiezen. In archief gaan we weggooien de vlcvideowall.pdf. Dat bestand hebben we per ongeluk verwijderd in de trash. En de trash gaan we leeggooien. Dus we zijn het bestand nu kwijt. Dat was niet zo slim van ons, want we hadden het bestand nog nodig, dus we moeten het terug gaan halen uit de backup. Dus met de Finder geopend, tot de plek waar ik het terug wil hebben, ga ik naar het menu Time Machine. Dan gaan we kiezen voor Enter Time Machine.
Vervolgens gaan we weer terug in de tijd. Eén stapje naar achteren. In het archief willen we hebben de VLC Video Wall. En die gaan we hier rechtsonder met de knop Restore weer terugbrengen. En vervolgens hebben we hem hier weer terug. Een ander voorbeeld. We gaan eventjes de contacten app openen. En we gaan hier Apple Benelux gaan we verwijderen, de kaart. Kaart weg, prullenbak leeg. Het was niet helemaal de bedoeling, dus we gaan in het menu Time Machine, Enter Time Machine. Gaan we terug in de tijd. Een stapje naar achteren. We zien hier de kaart van Apple Benelux, dat die daar nog wel aanwezig is. De vierde knop Restore. Kiezen ervoor en wordt er gevraagd of we de kaart weer willen toevoegen. Dat gaan we doen en vervolgens hebben we alles weer terug wat we wilden hebben. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze screencast. Tot de volgende keer.